En wanneer je een staatsman van die kaliber, van dat kaliber, wil eren, is het altijd goed om zoveel mogelijk, om een zo groot mogelijk draagvlak te hebben voor het gebeuren. Wanneer de DR instemt om meester Jagannath Lachman op waardige wijze te eren, dan is het een prachtig van iets. Omdat de DR eigenlijk de vertegenwoordiging is van de totale Nigeriaanse bevolking. Wanneer de DR helpt om dat te realiseren, dan heeft iedere Nigeriaan, maakt niet uit waar je bent, wie je bent, hoe je bent, heb je een steentje bijgedragen om deze grote zoon van Nikeri, om deze grote geest van Nikeri, die ereplaats te geven die om toekomt. Vandaar dat ik geen andere keus had om te zeggen, ja, als DL-lid ondersteun ik het voorstel van het DC om ja te zeggen dat de districtsraad uit districtsfonds betalingen gaat aanwenden om een borstbeeld van meester Lachman daar te plaatsen. Die man is een te grote straatsman. En ik kan niet begrijpen waarom er zoveel commotie is over het feit dat de districtsraad eigenlijk toestemming geeft om gelden ter beschikking te stellen voor het plaatsen van het borstbeeld daar. Vooral wanneer we nagaan dat het borstbeeld al jaren ligt in een magazijn en niemand moeite heeft gemaakt om het te plaatsen waar het geplaatst moet worden. Meer nog, wanneer je een borstbeeld plaatst op overheidsterrein, dan bepaalde organen van de overheid waar het toe komt. Het wordt daar geplaatst. En daarom zeg ik als DL-lid ja tegen het financieren of het helpen financieren voor het plaatsen van een borstbeeld van meester Jagannath Lachman. En de mensen die daar tegen zijn, de mensen die misschien met de eer willen gaan strijken. Ik heb ook voor hun een voorstel. Laat ze nagaan wat de betekenis van meester Lachman is geweest voor Suriname. En laat men nagaan om te kijken, is deze man niet de enige persoon in de wereld die zoveel keren achtereen als parlementariër heeft moeten fungeren. Hij is zoveel jaren achtereen gekozen en ingesloten. Misschien is er iets weggelegd om meester Jagannath Lachman te plaatsen in het World Guinness Book of Record. Misschien is dat een wereldrecord. Ga dat na. En als het blijkt dat hij eigenlijk de grootste persoon ter wereld is die zoiets heeft gerealiseerd, het is al gebeurd. Daarom juist. Die man is al geëerd op die manier. En als Nigeriaan vinden wij dat wij als Nigerianen meester Jagannath Lachman een waardige eer moeten bezorgen. Dat is mijn stemmotivering. Als Nigeriaan ben ik trots dat ik zeg, ja, wij eren deze grote zoon van Nigeria. Mijn motivatie waarom ik dus eigenlijk tegen gestemd heb, het districtsbestuur voert plannen en besluiten van de districtsraad uit. En niet wanneer een rekening gepresenteerd wordt, dan moet een besluit genomen worden. Dit is voldoende voor de districtsraad. Omdat wij moeten van tevoren een besluit nemen. Het hoeft niet zo te zijn dat er werk gedaan is geworden en daarna wordt er gepresenteerd en dan moet de raad. En de raad neemt ook een besluit. Ja of nee, dat hangt eraf van hun. Maar voorzitter, een andere keer, dan moet de raad er ook weten waaraan het ligt. Want het moet niet zo zijn dat er wordt een project uitgevoerd en de districtsraad moet een besluit nemen dat over een maand of twee weken dan pas komt er een rekening en dan moet plotseling de raad een besluit nemen. We hebben in een huishoudelijke vergadering onze discussies. Er zijn dingen voorgelegd, dingen besproken en we hebben het in stemming gebracht. Ik heb hiervoor voorgestemd, ik heb u geluisterd als lid. Meneer Parmisser geluisterd als lid en lid van Kenderen. Ja, en dit alles meenemen, niet te vergeten dat de heer Lachman een grote zoon is geweest van Kerry. Ja, en laat ik zo zeggen, wat geachte lid van Kenderen mee heeft gegeven van hoe moeten dit alles meenemen. Ja, en ik hoop, laat ik zo zeggen, dat
dit de eerste en de laatste uitzondering ook mag zijn. Ja, en wij geven hier ook de burgers, als we zijn gekozen via verkiezingen, vertegenwoordigen de burgers. En het is ons goed gezin dat wij als politieke orgaan, als ik dat zo mag noemen, het bordbeeld namens de burger daar nog plaatsen.